Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde play 20, terug bij de nieuwe aflevering van Let's Play Modded Survival Minecraft samen met... De Tower! En... Xela Creations! Wat leuk dat jullie erbij zijn! Nou, normaal gesproken beginnen we dus de aflevering met gewoon wat we dus normaal gaan doen, zeg maar in een dag. Maar ik heb zeg maar een paar bochtjes extra opgehangen. Namelijk aflevering 9, 10, 11 en 12, omdat die op dit moment geüpload zijn. Dus wat ik van plan ben is, ik ga in het begin van deze aflevering alvast het bochtje neerplaatsen van aflevering 9. Op het einde van deze aflevering bochtje 10. En morgen doen we precies hetzelfde met aflevering 11 en 12. Dus ik heb nu één bochtje nodig en ik ga gelijk kijken wie de winnaar is van vorige aflevering 9. En natuurlijk heb ik mijn lijstje weer niet klaarstaan. Doei! Nogmaals wil ik eventjes melden, alle reacties worden random gekozen. Ik pak gewoon een randomizer van Google en dan ja, het aantal reacties, hoeveel dat er zijn, die... Pleur ik erin en dan wordt er eentje willekeurig uitgekozen. En voor part 9 hebben we Sjors. Sjors Wijnhoven. Ik hoop dat ik hem goed... Sjors. Ja, het past precies. En Sjors die had gezegd, voor de eerste keer geen gefaal. Voor de eerste keer geen gefaal. En er zat eigenlijk ook bij, ook wel leuk tussendoor... Maar ik heb heel eventjes zitten te kijken. En het is makkelijker om gewoon één bordje per persoon zeg maar, te houden. Want dan kunnen we namelijk hier bordje 11, 12 en nog zeg maar, meer comments kwijt. Want hij had ook neergezet, ook leuk tussendoor. En er zou dan een extra bordje moeten zijn. Maar ik heb besloten om gewoon het op één bordje te houden. Dus heb je een lange reactie, dan kort ik dat zelf even in. En een korte reactie. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je op de wall of awesome people staat. Dacht ik tenminste zo. Dus, ja. We hebben in ieder geval een bordje, dat is het belangrijkste. En vandaag gaan we kijken of we naar een andere dimensie kunnen. En natuurlijk ben ik weer mijn timer vergeten. Dat is mijn gimmick. Dat is gewoon mijn gimmick. Er is iemand jarig vandaag. Wie is er jarig? Ewout Fleming. Nee, die hebben we al gehad, die reactie. Blijven geen reacties herhalen. Oh, sorry. Die staat dat hij jarig was. Ja, dat zijn die heb jij nog niet meegekregen. Want die moest ik tussendoor van de vorige afleveringen toen er nog bij doen. Even kijken hoor. En dan zet ik hem heel eventjes hier op de stopwatch. En dan zeg ik gewoon start. En dan hou ik gewoon eventjes 25 minuten. Ja, de afleveringen hoeven niet per se 30 minuten te zijn. Het kan ook een keertje korter zijn natuurlijk. Want ja, anders zit ik de hele tijd van... Oh, en dan moet ik opschieten. En oh, dan moet ik dit. En oh, daar heb ik geen zin in. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel eventjes mijn eigen equipen in verband met... Ja, ik wil dus naar een andere dimensie in deze aflevering. Dus dan hoop ik dat ik de Towler dan hoop ik dat ik de Towler zijn dingen mag gebruiken, zijn enchantment table. Nou, vooruit dan. 50 cent, hè? Ja, nee, dat is de afspraak. 50 cent? Wat 50 cent? Dat is een koopje. Wat dan 50 cent? Plus een koekje. We hebben hier... Wij moeten nog steeds dat koekje van jou krijgen, dus waar het is om over koekjes te beginnen. Nee, maar hoezo 50 cent? Wij hebben hier geen economie dat je centen en alles hebt. Oh, dat is waar. Ik bedoel, wat is dit? Pixelmon? Nee. Nee. En ik weet het, ik had voor gisteren een aflevering beloofd van Pixelmon, maar degene waar ik mee zou opnemen, een van de moderators, die was afwezig. En aangezien dat hij zeg maar vanuit Australië komt, hadden we dus zeg maar de issue... Waarom? Nederland heeft nogal Australië een beetje gepoond. Dus daarom... Vond ik wel eigenlijk wel grappig. Dat is mooi. Wees niet zo hatelijk. Maar goed, Niet dat is dus zeg maar de grootste reden waarvoor dat... die was niet aanwezig en die zit ook in een andere tijdzone. En daarvoor is er geen opname wezen. Ja, heeft er dus geen opname plaats kunnen vinden. En daarom hebben we dus zeg maar daar geen opname zijn. Jeetje, we hebben veel zooi. Ik ken een ultimate bow maken. Daar ga ik maar eens gelijk aan beginnen. Dan ken ik ook eindelijk met firewall beginnen. Ik ga lekker een varkensvorm maken. Want ja, varkens zijn leuk. Little piggy no no, little piggy go home, little piggy no bother me. En ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik eigenlijk Minecraft opneem met de nieuwe microfoon die aangeraden werd door Xcel Creation, oftewel door Alex. Ik gebruik hem zelf ook, yay. Oh ja, daarom hè. Ja hè. Nou nee, maar heel veel mensen gebruiken hem, dus Maar stiekem word ik gewoon betaald door het bedrijf, gewoon wat te doen. Kijk, ja, omdat... kijk, daar komt het altijd uit het kraasje hè. Kijk, daar redden het al hè, van ja. Ik krijg eigenlijk 50% voor iedere microfoon die nou eigenlijk, ja. Klopt. Ik krijg helemaal niks. Ik heb deze microfoon, deze. Jij krijgt echt helemaal niks. Oké, nou dan weet ik dat ik een Ignit nodig heb. En dan hebben we de uranium nodig en die titanium. En dan moeten we de bone moeten we zo. En ik vond deze zombie best zo doen. Ja, kijk. En dan hebben we een ultimate bow. Yay! En volgens mij kan ik zelfs ook nog een ultimate soort maken.
En die noemen we de Master Sword. Oké, nou, dan moet ik dus nog een keer. Hoppakee. En krijgen we er zo een. En dan moet ik er nog eentje maken. Erg wat leuk. We bouwen stuff. Yay. Het lijkt wel Minecraft. Het is Minecraft. Oh. Dankjewel voor dat eventjes te verduidelijken. Dat ja, helpt heel erg. Ja. Zo, dat zijn pas wat varkens. Nou dacht ik bij mij van, echt serieus, is Minecraft, meen je dit nou serieus? Ik durf nog niet eens mijn lucky blocks aan te raken. Zo eng zijn ze. Oké, dus het grappige is bij zeg maar zo'n ding, ik heb hier eigenlijk al. Als je dus zeg maar zo op deze formatie de ingrediënten neerzet, dan krijg je een ultimate shovel waar niemand iets aan heeft. Maar draai je de uranium en titanium om, dan krijg je een zwaard. Oeh. Dus het is of een shovel of een zwaard. Nou, echt... Ja, ik weet het wel hoor, mijn keus. Zinloosheid. Oké, nou, dan ga ik heel eventjes kijken. Want volgens mij moet ik dan deze vervangen om hem namelijk goed te krijgen. Even checken. Juist. Oké, en dan mag deze, die mag dan even hier naartoe. En dan ga ik heel eventjes bij de touwen langs om heel eventjes te vragen. God, houden, mag ik alsjeblieft even iets handen? Want dan ga ik eerst even deze spin. Spin! Auw, auw, wow, 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 nee, 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 nee. Alles goed? Nee, niet echt. Oh, ik zie het al, ja. Ja, hij is dood. Die spinny was echt dodelijk, die hapte in één keer keihard van mijn leven ja, weg. Ja, nou, ik had hem in één klap. Ja, ik had hem bijna in één klap met mijn ultimate sword. Ja, die hebben we dadelijk eigenlijk nodig. Nou, ik breek gewoon bij jou binnen en dan... Kom maar binnen. Met je knik. Even healen. Oké, nou, het eerste wat ik eventjes wil doen is unbreaking gooien op mijn ultimate bow. Want dat is het enige wat mijn ultimate bow dan niet heeft. Dus equip. En dan heeft hij unbreaking. Nou, wat ook heel erg belangrijk is dat deze protection is het belangrijkste, vind ik. En unbreaking is ook eigenlijk best wel handig. Hoeveel enchant? Oké, ja, dat kan er wel. Zo. Dan kan hij gelijk ook geëquipt worden. En dan ook eventjes de schoentjes, ook met protection. En verder... Ah, trouwens, daar ken ik zo'n boek mee. Het is maar eentje, dus doe maar verder falling erbij en unbreaking. Zoef. Equip. Oké. Dan kan die ook geëquipt worden. En dan nog heel eventjes natuurlijk mijn ultimate sword. Kan daar eigenlijk nog iets extra's op geënchant worden? Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Maar dat is altijd eventjes checken. Nee, helemaal niks. Echt. Jammer. Helemaal niks. Moet weer even wennen. Ik zie nou opeens al die tornadosporen natuurlijk mee. Maar dat is echt lang geleden dat die natuurlijk zijn gespawnd. Wil je alsjeblieft je mond houden? Want as soon as you open your mouth... dan komen ze. Ik bedoel... Oké, nou in ieder geval, we gaan dus zeg maar naar de Red Ant Dimension. Die staat ook wel bekend eigenlijk als de Dinosaurus Dimension. En dat leek me wel leuk om deze nieuwe aflevering mee te gaan beginnen. Dus zonder enig oponthoud gaan we op zoek naar een rode mier. Doe me een plezier. Waar is rood? Ik heb hier een rode mier. Ja, met z'n allen. Ik heb hier een rode mier. Kom naar mij, 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 kom naar mij. Kom. Hou hem vast. Komt u maar. Ah, trouwens, waarom neem ik geen Red Ant Nest mee? Anders komen we daar dadelijk bijna niet uit. Oh, doe dat maar, ja. Anders is er een probleem. Ik kom nou, welke dimensie is dat? Dat is die met de dinosaurussen. Oh, daar ben ik nog niet in geweest. Wow, daar... onweer. Nee, dat is geen onweer. Dat is een of andere maloot die denkt dat hij goed is met zijn blik. Nee, dat is Alex niet. Kijk, hier hebben we de rode mier. En Alex, jij komt maar whenever. Ja. Doe maar rustig aan. Ik ben ook bang. Ja, ik moet eerst mijn hartjes opbouwen, snapte? Want waar is hij in de grond? Ja, Alex die heeft dus zeg maar nou zijn nieuwe skin waar we hem allemaal mee kennen. Dus die moet heel eventjes daarin mee. Wat ga je doen nou? Je zit in de grond. Ik zit hier in de grond. Ik sta gewoon bovenop. Oh, sorry op mijn scherm. Ja, maar jouw scherm is maf. Ja, mijn scherm. Sorry. Dus nou, we hebben hier dus zeg maar een Byronix. En als het goed is, zijn die vriendelijk. Ja, die zijn zo vriendelijk. Knuffel me! Oké. Kan je hem ook doden? Ja, je kunt hem doden, maar waarom zou je iets doden als het vriendelijk is? Kijk hier, nou, deze heeft... Schrikker. Die heeft zo'n lief gezichtje! Sorry. Waarom maak je die dood? Hey. Die doen helemaal... Ja, mijn stem is eigenlijk heel erg goed hersteld, zoals jullie horen, dus... Mijn stem doet het weer goed. Mijn batterij van mijn stem is weer vervangen. Deze dan. Wat? Ze zijn allemaal vriendelijk. Ja. Die blauwtjes daar, die zijn niet vriendelijk. En deze? Die blauwe is goed niet. Dat ben jij, sorry. Ze hebben een hekel aan... slaan, ik sla jullie helemaal naar de... Oké. Nou, de reden wat we hier dus gaan zoeken is, we zijn hier aan het zoeken naar dungeons. Want er zitten hier dus zeg maar dungeons. En die bevatten? Basilisks. En chests.
Basket is. Ja, niet zoveel als in onze testrun bij die andere dimensie. Daar hoeven we nog niet naartoe. Maar dan vind ik... Dat Creepers! Ik... Knuffel me. Die zijn ook vriendelijk, toch? Hartstikke vriendelijk. Nou, het is nou nacht, dus het wordt gevaarlijk buiten. Oh, dat valt wel mee. Ah! Oh, dat valt wel mee. Ah! Okay. Even kijken, heb ik... Oh, special. Ik heb een dungeon gevonden. Nice. Oh, hi. Hallo, Saurus! Ja, super. Die zijn nogal boos. Oh ja! Wow, what the... What the F? Oh, die kunnen echt best wel harde knockback hebben die. Harde. Op een hoofd. Maar ja, ze zijn wel vriendelijk. Ze zijn tenminste... Hallo! Oh! Hallo! Saurus. Oké. Nee, hier een of andere obsidian-achtig endstone dungeon iets. Deze is volgens mij nieuw. Ik weet niet zeker. Ga maar in dan. Nou, heb je wel weten wat erin zit. Oké. Waarom hebben die vliegende helikopter geluid? Dat slaat echt helemaal nergens op. En jij moet een broek aantrekken. Ik denk je geen broek aan. Ergens een opening zitten. Wow, er zit hier iets in. Ja, er zit hier zeker iets in. Basilisk zit hierin. Oh nee, ik hou op die dingen. Ik bedoel, ik mag ze niet heel erg. Nou, met dit, aan de bovenkant zit endstone. Ja, ik zie het, basilisk. Maar dit kan je aan mij, want het is gewoon obsidian. Ja, daaronder. Maar hoe wil je daarin komen? Ik denk dat dit een dungeon helemaal verkeerd gespand is, want deze horen normaal gesproken onder de grond spannen. kon je maar kruipen. Ja, inderdaad. Net zoals Link. Minimize. Want deze die hebben dan zeg maar zo'n... Oh, ik zie het al. Wat? Dit is echt heel erg verkeerd gespand. Zie je daar die piramide? Nee, wat maar render distance, maar... Oh. Nou, er staat daar een piramide en daar hoor je normaal gesproken in te gaan. Dan hoor je een soort van mees hoor je dan door te gaan, door een soort van doolhof. En zo kom je dan zeg maar hierin. Alleen op een of andere vage manier is die entrance helemaal daar gespand. En is die dungeon niet gespand. Maar we kunnen via de onderkant erin. Dat klinkt wel... Ik bedoel, valt dat ding dan niet gelijk ons aan? Die zullen ons gelijk aanvallen, ben ik bang. Auw! Oké. Gaan we ervoor? Wij gaan er gewoon voor. Je kunt er ook achter gaan. Oké, de opening is gemaakt. Oh, ik heb hem gelijk Snowness. Ah, je kan me niet pakken. Ah, wat ben je dan voor een sukkel? Ah, stomme basilisk. Kan me toch niet pakken. Nee, auw. Ik sloeg hem ook. Ben ik goed? Volgens mij sloeg je mij. Nee, ik kan jij niet slaan met Snowness. Nee. Auw. Zo, ik heb super Snowness. Ja, dat is de basilisk, weet je wel. Die verandert je in een steen. En ik heb poison natuurlijk van de klootbeesten. Maar ja, ik heb bacon bij me genomen. Ik ben erin. Ik neem even bacon, dan Ik ben aan het vechten met hem. Ah! I will help you, if I have the chance. Je hebt de poort gesloten! Nee, dat heb ik niet gedacht. Ah! Hij is best sterk. Oh, thanks. Ultimate bow erop! Wow, net zo snel als een koekenpan. Kijk uit voor die random teleportatieblok, die teleporteren je overal random naartoe. Ja, het probleem is... Ik kan niet bewegen! Het is zwaar vervelend. Moment, ik moet even mijn render distance iets overzetten. Hallo, ik schiet je zo. Jij bijt mij nou, dat is niet fijn. Sterf! Yay! Oké, weer één minder. Oeh, heel veel emerald. Waarom zou je sterven? Dat vind ik niet zo aardig. Die basilisk, die moet sterven! Oh, deze die heeft... dit is een respawn. Dit is een respawn! Een respawn als een bas, dat is nooit goed! Auw, hij knikt. Ja, hij heeft me naar buiten geknikkerd. As long as we keep shooting. Ja, maar hij heeft me naar buiten geknikkerd. Nee. Auw. Stuit mij niet alle kanten op. Don't fear the tower lures here. Hey, jij bent niet meer Mr. Perfect, dat ben ik nou. Sorry. Nee, we zijn allebei Mr. Perfect. Yes! Dan moet die Slowness weggaan. Oké,
Oké, kom op, epic high five in slow motion. Nou, even wachten, eventjes. Oké, epic high five. Yay! Hey! Oké. Je hebt hier dus zeg maar heel veel emerald armor die ze droppen, maar ik ben meer benieuwd eigenlijk wat er in de kistje zit. Dus engage an ultimate bow! Hoe leuk is dat? Diamonds. A caged girlfriend? Oeh, ultimate fishing rule. Wat doen caged... Wat doet caged... Wat... Nee, golden apples. Wat doen caged girlfriends in godsnaam? Ik weet niet, misschien moeten we ze vragen. Zal ik ze eruit halen? Wat doen ze hier? Wat zijn dit? Corn dogs! Ik wil die corn dogs! Ik wil ze! Geef! Hoe krijg je dat, lieve man? Wil je een girlfriend van? Oh, en nog een basilisk dinges voor de Big Bird die we kunnen maken. Ik heb echt zoveel zooi. Snapt. Nou, ik heb gewoon een cage, dus ik kan alles eigenlijk vangen als ik zou willen. Maar ja, als we dus gaan kijken hier, als we dus zeg maar hierheen gaan. Hebben we geen basilisk dingetje dat we... Oh. Wat? Oh. Zo'n basilisk drop? Ja. Ik heb er 3. Oh, ik heb er geen 1. Heb je ook... Ja, dan krijg jij er toch eentje van mij. Ja, nou, dat ook emerald swords en... Een enchanted helmet, maar ja, daar hebben we geen rol aan. Ja, dat hoef ik allemaal niet. Item frame, die wil ik wel. Oh, heb je één item frame al? Oh, je kan ook van mijn item frame. Ik hoor iemand doodgaan. Ik hoor zo'n wijf hoor ik in één keer doodgaan. Als ik voor jou één reward ga krijgen, een bewijs dat ik er één gekild heb. Hier dan. Dat is een item frame. En... Yay! Thanks. Alleen mijn inventory die zit al gewoon helemaal vol, maar ik heb een extra ultimate bow. Oh ja, we hadden nog een message door te geven, even over de Dutch Gaming Nation. Dutch Gaming Nation die heeft de laatste tijd heel erg veel last van internet issues en die weten we dus niet precies wanneer dat hij zeg maar weer in een aflevering terug zou komen. Dus dat hij weer in staat is om weer te kunnen... Ja. Want hij kan dus zeg maar wel de server joinen, maar dan zal die 300 keer eruit vallen. En hij heeft zelf gezegd van, ja, dat gaat aflevering dan maar zo tegenwerken. Dus, nee. Ben je bijna dood? Nee, ik val hier in de lava. Water, ik heb water. Nee, dat maakt niet uit. Ik heb fire resistance. Doet me bijna geen schade, dit. Ik wil je toch even blussen. Nou, dankjewel voor het blusgevoel. Alleen, dit gaat best wel ver door. Maar ja, dit is gewoon eigenlijk de... Ja, om heel eventjes te laten zien hoe dat die dungeon er normaal uitziet. Dus nou probeer ik eigenlijk weer terug te komen. Wil je naar huis? Ik weet de weg wel. Ik weet niet waar ik heen moet! Die kant op hier zo, ja. Geen paniek, don't fear. Nee, shut up! De toner is hier. Dat soort kletsen mag je alleen maar plaatsen in Toweltown. Voor de rest niet. Oké, Toweltown? Oh, ga nou niet van de domme spelen van hun, we stelden dan weer. Ken je dat? Ja, dat is een of ander duf dorpje. Dus, je woont er zelf ook in! Ja, omdat jij mij vroeg. Ik heb het gevonden! Op mijn eigen! Yes. Ik had jouw hulp niet nodig. Nee, omdat so ik don't you aanlopen, you don't have to fear, Zelda Player 20 is here. Nee, dat is mijn quote. En het stolen nou bij mij. Jij gebruikt mijn outro. Jij gebruikt mijn outro. Oh. Ja. Ik bedoel... Je ziet hem wel eens. Ja. Non-stop hoor, die gast. Laat me je healen. Ik hoef niet geheeld te worden door jouw stinkpijnen. Oké. Nou, een leuke dinosaurus. Die gaat dood. Ja, ik zit hier eigenlijk te hopen op... Want heb ik een groot flesje, ja. Want je hebt hier dus zeg maar een dinosaurus die kun je temmen. Een Spyro. Oh. Die heeft echt een Spyro skin. Een dinosaurus die kun je temmen? Ja, zo. Nou, eigenlijk is het meer een dragon. Het is een draak. Hij heet baby... Ja, ik heb ze gevonden! Hoi. Hallo baby dragon. Hi baby dragon. Wat dit? Dat is een Spyro! Nou, ik heb in ieder geval nog niet de juiste dingen... Ga in een cage. Ga in een Nicolas Cage. Dank je. Hey, hoe kom je aan die cage? Die heb ik gevonden in de basilisk. Ja, oh, ga maar. Wil jij er ook een? Ja. Gotta catch them all. Oh, ik ben ergens ingevallen. Ik heb er nou 2. Oh. Wat was dat voor een geluid?
Sorry, ik heb honger. Nee, ik hoor in één keer plululum, een soort van telefoonachtig iets. Was it me? Nou ja, maakt niet uit. Niet bij mij. Maakt nu zoveel uit. Hebben we nog meer hier? Even van die helikopters zijn het. Dat heb nou, het leukste wordt natuurlijk als we naar de dimensie moeten gaan van de Nightmare. Want daar zit een hele leuke dungeon heptouwlichtje. Wil ik erover horen? Nee. Nou, jij bent gewoon echt de dans gesprongen, want eigenlijk zou ik Xella Creations dus heel erg bang worden hier. Waarom weet ik niet, maar hij zou hier heel bang worden. Ik ben bang voor dino's. Nou, ik denk dat ze heel bang zijn voor jou. Maar als ze gemeen zijn. Gemeen? Wat zijn dat voor dinosaurussen? Wat? Die witte hier. Oh, dat. Dat zijn de Shiposaurus. Ah. Hé, een meloen. Sterf. Kijk nou. Is het een schoen? Nee, het is een meloen. Ik heb een vraagje. Hoeveel Ultimate Swords heb je? 1. Oké. Okay. Is dat niet genoeg op tuin? Nee. Tuurlijk wel. Nee, alleen ik heb 6 gewoon kant-en-klaar uranium gevonden. Dus niet van die nuggets, maar gewoon echt helemaal van die hele volle. Hey, ik zie een dungeon. Locked on target. En ik zie termieten, daar hou ik niet van. Ja, dat is al gelijk eventjes een vraag die ik gelijk wil beantwoorden. Nee, we gaan niet naar de termietendimensie, want die is gewoon zwaar kleuten. Oh, kijk. Bumblebees! Not the bees! Not the bees! Oh, dit is eigenlijk best wel diep. Wie kijkt hoe diep? Hell no! Wat was dat? Wie kijkt hoe diep dat ik gaat? Auw. Ze mogen dood. Ik probeer die spawner kapot te krijgen. Maar ja, er zitten daaronder ook nog heel erg veel spawners. Oh, wat je kan doen is elk kistje op een kistje gaan staan, maar daar worden we misschien afge... Nou, ik zit dus eventjes te kijken wat er inderdaad in de kistje zit, maar er zit eigenlijk de drops in van hun en een spawner. Oh, ik heb een idee! Ik laat mijn bucket met water en dan gaan we springen we erop. Nou, ik hoef daar binnen niet in, want dat zijn alleen maar die drops zeg maar die de bijen geven. Dus het is hetzelfde als de mantle spawner, alleen dan veel dieper dug. Nou, ik mis mijn Charizard. Ja, ik speel de laatste tijd heel erg veel Pixelmon. En Charizard kan vliegen. Oké. Okay. He believes he can fly. Hè, wat? Ik heb een broek. Ik heb een rode broek. Ruby. Ruby? Oh, dat is nog beter. Ja. Wou dat ik Ruby had. Zijn ik voor die sorry, Link. I can't give credits. Come back when you're a little richer. My boy. Oh nee, nou moet ik dat ding erin editen. Nee, Tauler, wat heb je gedaan? Sorry, Link. I can't give credit. Come back when you're a little richer. My boy. Ik ga terug naar mijn eigen dementie. Ik heb het helemaal gehad hier. Ik ga terug. Kijk, wat heb je gedaan? Je hebt hem verdrietig gemaakt. Ja, nou ga ik naar huis. Ik ga ook naar huis. Nou ja, als we thuis nog kunnen binnen. Even wachten. Oh. Moet even wachten op de rode mier. Ja, oh, ik zie er één lopen. Ik zie er toevallig één lopen. Er loopt er hier één. Oh, daar heb ik een lege hand voor nodig. Putsch. Ik ben in de rode mier. Ja, dan ben je alweer terug naar huis dus. Auw! Niet bijten, ik wil naar huis. Wow, ik ben ver van huis. Een halve kilometer, man. I'm going home. Wie ben jij? Hallo, wie ben jij? Hallo? Boyfriend? Er zitten mentors achter me. Boyfriend? Dude, luister, kerel. Ik, helemaal, kijk me aan als ik tegen je praat. Kijk me aan als ik tegen je praat. Ik maak je af, hè. Ik maak je helemaal kapot. Ja, dit is mijn server. Ja, en hier doen wij opnames. Ja, dus jij hebt hier niks, maar dan ook niks. Jij negeert mij gewoon, hè. Jij negeert mij. Ik sla je helemaal naar de sodemieten. Mieters? Termietes! Sterf! Termieten! Ik vind het hey, hij laat controllers. Ik heb controllers.
Ja, controllers zijn toch cool. Ja, inderdaad, wil ik aan mijn muur hangen. Ik ben bang. Ik ben Ben. Nee, jij was bang. Ga nou alsjeblieft niet over Ben beginnen. Anders krijg ik allemaal van die reacties, you shouldn't have done that, wanneer ga je met Jochas mask doen? Ooit, jongens, voordat jullie daar gaan commenten, ik weet dat jullie zijn al over de game met Jochas. Niet doen, antwoord is er al. Ooit. Ooit. Morgen, grapje. Morgen is er een andere aflevering van Minecraft Special. Nou ja, overmorgen. Alleen, ik moet wel even kwijt over jouw videootje, de Towler. Oh, het spijt me heel erg. Ja, wat eigenlijk? Ik denk, ik hou mijn mond, want ik mag wel wanneer... Ja, maar wat ook alweer. Nee, jij had Mario Kart 8 gedaan. En Mario Kart 8 heeft geweldige muziek. Waarom plaats je er andere muziek onder? Oh, you make... Copyright... Nee, ik weet niet waarom. Ja, dat... Ik dacht dat... Ik weet niet. Ik vind mijn leuke trommelsjes. Dat is gewoon... Ja, dat is heel erg leuk inderdaad in de Minecraft-video's. Maar ik bedoel, Mario Kart die heeft hele leuke muziek. En ik zelf geniet ervan om, als ik een Let's Play of een video kijk... om dus ook inderdaad de muziek van dat spel te kunnen horen. De originele muziek. Ik bedoel, dit is doodstil. Dus, editor, plaats hier eventjes... Wat wil hier even op de achtergrond? Een soort... Doe maar Gusty music. Garden, die is heel populair. Heel erg op de zakjes op de achtergrond, Gusty Garden, top. Nee, een soort romantic music. Nee. Ja. Nee. Leg zo van Titanic nee. Muziek. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon de volgende aflevering, ga ik gewoon de volgende opname sessie van Mario Kart 8, zal ik geen muziek eronder plaatsen en kijken, ja. Nou, je mag het zelf weten, het zijn jouw video's, ik geef gewoon alleen persoonlijk mijn mening, maar ik bedoel gewoon ja. Even kijken hoe dat is, Misschien vind ik het zelf ook wel beter. Ik heb het eigenlijk nooit geprobeerd. Want het nadeel is, kijk, het hoort zeg maar bij... Ja, het spel, er zit muziek bij. Bijvoorbeeld bij de muzieknotenlevel waar ik toen heb meegereisd, daar zit een hele leuke catchy beat bij. En alles reageert op die muziek. Dus je ziet echt de piranha-plans op de maat van de muziek zo headbangen. Dus ja, dan denk ik bij mijn eigen van, dat horen we niet, want we horen jouw muziek. En jouw muziek is ook leuk, maar als er gewoon muziek kijkt hier, ja, je hebt ja, op dit moment dan Gusty Garden, maar Minecraft heeft bijna nooit muziek. Hoi. Hoi. Nee, waarom doe ik het nou zelf? Maakt niet uit. Mijn mooie gezicht wordt de hele tijd, er komt zo'n eng vierkantje omheen. Doe het nog maar één keer. Hi. Dan moet je wel stil zijn, anders klap. Shut up, shut up, shut up, zip. Komt ie. Zie? Creepy. My boy. Ik haat jullie. Weet je hoeveel editwerk dat aan mij geeft? Ja, je hoeft je elke keer erin te doen. Dan wordt op de deur geklopt. Wie zei dat? Ja, wordt op de deur geklopt. Hard geklopt, deur kapot. Ja, wordt op de deur geklopt. Ik ben niet thuis. Alex, waar ben je dan? Je lijkt op Peter Pan. Oké. Okay. Nou, ik ga heel eventjes het bordje op hangen voor aflevering 10. Yes! Dus wie zou het zijn? Nou, ik heb hier op mijn lijstje staan Enig Bas. Enig Bas. Enig Bas. En die had gezegd, beste... ... Fast Fort. Fort? Nou, fast. Fast. Wilt hij denk forward of zo? Ja, maar het staat fast forward. We schrijven zoals dat het staat. Muziek. Ja, nee, natuurlijk. ... Ooit! Met all caps. En dan drie uitroeptekens. Zo, doe maar duur. Leuke comment. Dus heel erg bedankt voor je reactie. Ja, beste fast forward muziek ooit. Dus we hebben dan George Wijnhoven en Enig Bas. Voor de eerste keer geen gefaal. Dat is ook leuk. En beste fast-forward muziek ooit. Nou, dank jullie wel voor het reageren. Heb je een leuk zo'n momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties beneden. Want ja, boven het videootje is weinig te vinden. Tenzij dat je daar natuurlijk iets een ander vindt. Maar dat weet ik dus natuurlijk niet. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20 samen met... De Towler. En... Zelda Creations. En... Niemand eigenlijk, want Tommy en Guido zijn er niet. Guido weten we, Tommy die komt niet, denk ik, weet ik veel. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk te zien in de volgende aflevering. Wat morgen zou zijn, als ik niet te lui ben.
Doei! En dat was mijn arm die knak zei. Nou blij. Ja.